Superleuk dat je dus weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik film dus dit eventjes op een ander tijdstip, want ik heb dus de maandag verwijderd. Ik had die maandag echt helemaal niks gedaan volgens mij. Ik had alleen mijn outfit volgens mij laten zien en verder niks. Dus jullie hebben eigenlijk niet echt heel veel gemist. Maar ik wou toch even, laten horen zeg maar dat ik dus... Dat het niet ineens op de dinsdag begint, de weekvlog. Maar normaal op een maandag trouwens. Dus als je dit voor het eerst kijkt en je denkt van waar is de maandag... Ik had dus de maandag dus verwijderd. Ik hoop dat je het dus alsnog leuk vindt om te kijken. En dan zien jullie dus nu vanaf van dinsdag tot en met zondag. En trouwens, ook sorry trouwens, dat dus deze weekvlog ook veel te laat online staat. Maar dat komt gewoon omdat ik had dus een theoriecursus. Dat zie je dus in de volgende weekvlog. Wat dus voor jullie dus woensdag online komt als het goed is. En daarvoor moest ik dus leren. En daarom heb ik dus de weekvlog echt te laat online gezet. Dus ik ga er nu aan werken. En dan zien jullie die dus nu. Superleuk. En ja, trouwens, wil je trouwens de uitslag zien van dus mijn theoriecursus, van mijn theorie-examen? Dan moet je zeker de volgende week nog kijken, want dan daar kan je het in zien. En ik hoop dat je het leuk vindt. En trouwens, let trouwens niet op hoe ik eruit zie, want ik, dat hoor je dus ook in de volgende week vlog waarom ik er zo uitziet. Zie. Dus ja. Het is dus nu bijna 5 uur over 20 minuten. Het is dus vandaag weer dinsdag. Ik heb vandaag echt helemaal niks gedaan. Ik begin nu ook pas met filmen, want ik was dus aan het bellen. Eigenlijk al heel de dag. Echt, oh my god. Maar ik heb helemaal niks gedaan vandaag. Ook niet geëdit, helemaal niks. Dus dat. En ja, ik doe niet heel veel vandaag. Maar morgen heb ik wel wat leuks op de planning. Maar daar kon ik jullie ook niet mee naartoe nemen, zeg maar. Dus dat is ook een beetje sad. En ik zit dus nu trouwens voor mijn raam, dus samen is het echt zo. Dus ja. En ik ga dus nu even naar beneden toe, denk ik. En even mijn telefoon opladen, want die is dus 30%. Dat is echt heel weinig. Dus mijn scrunchie in. Deze heb ik dus gekocht bij Jewels Lovers volgens mij. Ik heb hem gewoon zelf gekocht trouwens. En ik heb dus gewoon hetzelfde aan als gisteren. Een H&M shirt en dus een broek van The Only. Van deze. Ik laat het gewoon weer in deze spiegel zien trouwens, want... waar ik het gisteren liet zien, daar is het gewoon wel beter om dan helemaal outfit te laten zien. Alleen als dus beneden. Oké, dat is ook niet heel moeilijk eigenlijk, want ik... ja. Maar goed. Morgen, het is vandaag weer woensdag. Het is nu bijna 11:30 over 7 minuten. Ik ben dus nu vlogs aan het kijken van Jill, van haar dus. Ik heb haar echt al heel lang niet meer gezien en nu kijk ik haar heel de tijd. En ik moet echt wat video's van haar terugkijken. Dus dat ga ik doen vandaag. En om 5 uur moet ik dus naar mijn stage toe. Want ik moet dus een contract tekenen. En gewoon kijken wat voor collega's er zijn, zeg maar. Of ze me mogen en zo. Niet zo, maar... dus dat moet ik dus vandaag doen. En verder niet heel veel. En ik moet trouwens ook nog kijken deze week voor mijn zwarte broek. Omdat ik ga dus... goed, als je dus nog niet mijn vlog hebt gezien, dan weet je dat niet. Maar ik ga dus een kappersopleiding doen. En daarom heb ik dus een zwarte broek nodig. En daarom moet ik die dus halen. En ik weet nog niet waar. Maar als jullie dit zien, dan is het eigenlijk al te laat. Dus jullie kunnen dan niet meer echt tips geven van... yo, daar moet je zijn. Maar dat kan trouwens nog wel gewoon, want... ik denk dat ik hem gewoon bij de Only ga halen. Want ik, ja, deze broek komt er ook vandaan die ik dus nu aan heb. Het ziet echt goed uit. Maar goed, deze broek die ik dus nu aan heb komt ook van de Only vandaan. En dat is echt een topbroek. Dus ik denk dat ik hem daar ga halen. Maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. En mijn batterij is op. En ik ga dus nu even eerst eten en daarna ga ik hem opmaken verder. En dan ga ik verder vlogs kijken. Ik was nu alweer een tijdje klaar met me op te maken. Ik was eigenlijk al lang al klaar. Maar ik was het aan het bellen en toen kon ik dus niet vloggen. Ik heb dus trouwens het Jeffree Star palet weer gebruikt. Wat ik trouwens nu elke dag gebruik. En dat is dus deze. En er komt dus ook, als het goed is, dan hebben jullie dus die video gezien. Maar het is van dit palet van de Jawbreak van Jeffree Star. Echt super mooi. En ik heb even zien wat voor look ik heb gemaakt. Ik sta nu even voor heel veel ramen. Dan kunnen jullie zien wat voor look ik heb gemaakt. En ik ga even inzoomen. Zo, kijk. Dit is de look die ik heb gemaakt. Ik kijk even heel erg in het schermpje. Maar trouwens, let trouwens niet op mijn wenkbrauw. Want ik moet echt weer mijn wenkbrauw laten doen. Maar dit is de look die ik dus heb gemaakt. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Oh ja, kut. Mijn batterij is nog leeg. Toppie. Ik heb jullie dus nu even neergezet. Ik ga dus zometeen, nou ja, zometeen eigenlijk over pas 2 uurtjes denk ik ongeveer. Of ja, ongeveer 2 uurtjes. Ik heb dus om 4:15 de bus nodig. Of de auto, ik denk de bus. Maar ik ga dus een andere tas pakken, omdat deze tas gebruik ik eigenlijk altijd. En ja, hij is echt heel mooi.
Maar ik heb dus nu ook een spijkerbroek aan. En met regen is dat gewoon niet handig. Dus ik ga het heel even veranderen met deze tas. En wacht, ik ga heel even het zo doen. Dus deze tas trouwens. Deze. Die ga ik dus even gebruiken. En wat ik nog wil vertellen aan jullie. Want volgende week begint dus mijn allereerste schoolweek. Dus ben je benieuwd wat ik ga beleven op mijn allereerste schoolweek. Dan moet je zeker geabonneerd op mijn kanaal. Want ik ga dus allemaal vloggen. Net zoals wat ik dus nu doe. Ik ga even trouwens die portemonnee eruit halen. En allemaal andere dingen die ik nodig heb. Dus dat... Dus ja, en ik ga dus nu eventjes dit allemaal eventjes overzetten naar deze tas. Dus van deze tas naar deze tas. Want ik vind het gewoon niet zo heel fijn om met een lichte tas in de regen te lopen. Dus daarom doe ik dat even. En trouwens, wat er altijd in mijn tas zit trouwens. Ik kan misschien wel wat in mijn bek doen. Maar goed, sowieso mijn paspoort heb ik altijd in mijn tas. Mijn zonnebril. En deze komt dus uit Turkije. Dan mijn portemonnee. En dan nog wat... lipglossjes, lipsticks, lipbalsems. En ik heb trouwens gewoon deze drie lipdingen in mijn tas. En dit is trouwens van Golden Rose trouwens. Deze en is in de kleur 814. Deze. En deze is ook van Golden Rose. Zo'n lipgloss. Die is echt heel fijn trouwens. En deze is dus van MAC. En is in de kleur Velvet Teddy. Echt heel mooi. En dus mijn kavelmof. En dan was het allemaal. En ik ga dus deze tas eventjes hierin doen. Maar dat hoeven jullie helemaal niet te zien. Nu een eitje gaan koken. En toen keek ik dus op de tafel. En toen lag er dus een AliExpress pakketje op tafel dus. En ik heb dus dit besteld op 6 augustus. Maar je ook moet even nadenken. Op 6 augustus heb ik het dus besteld. Het is dus nu 4 september. Het heeft bijna een maand over geduurd. Ik moet even kijken naar de... boter mag zitten in de pan. Maar ik denk dat het dus crunchies zijn. Maar dat weet ik dus niet helemaal zeker. Ik ga het gewoon met open maken. Vraag me trouwens ook niet waarom ik het eigenlijk in de keuken doe. Ik heb ook nog gelijk ook. Maar goed, als eerste is een roze. Dan een soort van ja, witte. Vind ik echt heel vet voor in mijn haar. En dan nog een hele leuke. Dat is namelijk een blauwe. Ik hou echt heel erg veel van blauw. Dus deze is echt mijn favoriet denk ik. Ik zal trouwens het linkje hieronder neerzetten. Ik ga dus nu verder met mijn ei. We zijn dus nu alweer een tijdje terug. En ik had dus een soort van... ja, het was niet echt een gesprek eigenlijk. Ik zou eigenlijk mijn contract tekenen. Maar ik heb dus mijn contract dus nog niet. Of ik krijg het morgen of die dag daarna. Of ik denk maandag of zo. En dan kan ik dus, als ik dus in mijn volgende week vlog, dan ga ik hem dus laten ondertekenen, denk ik. Dat is ook wel zo logisch eigenlijk. Want dan heb ik mijn eerste dag stage dus. En ik wou dus net naar boven lopen. En toen liet ik dus mijn iPad vallen. Gelukkig is hij dus nog helemaal heel. Dus ik kan nog gewoon lekker video's kijken. Dus dat. En ik ga dus nu mijn make-up dan afhalen. Want ik probeer best wel vroeg te gaan slapen. Want ik probeer morgen ook gewoon eerst te gaan douchen. Maar ik wou het eerst niet dadelijk doen. Maar ik denk zo van ja, dat heeft niet echt heel veel zin eigenlijk. Dus dat. En ik ga dus nu mijn telefoon opladen. Ook op bedtijd. Om de volle uur 9 uur te slapen. Dus. Morgen, het is vandaag weer donderdag. Het is nu bijna 9:15. Ik bedoel 8:15. Ik moet vandaag weer een soort van naar school toe. Ik heb vandaag een introductie. En ik moet volgens mij ook een kapsel creëren. Ik weet niet zeker. Maar als ik thuis ben dan vertel ik wel wat meer over. En ik ga dus nu lekker naar beneden toe. Ga ik lekker eten. Lekker drinken. En zo. Ook, ik moet niet al te hard praten. Want mijn zus slaapt nog. En vanmiddag ga ik dus editen. Want ik heb dus, wat je dus wel merkt. Heb ik dus de vorige vlog heb ik dus nog niet geüpload. Dus als jullie denken van waar is die... ja, sorry. Maar ik had gewoon best wel druk met andere dingetjes weer. En ik moet er echt wel tijd voor maken. Want ik ja, vind het wel echt leuk om te doen trouwens. Editen, want het is echt leuk. Alleen het kost zoveel tijd voor mij gewoon. Dat is wel echt een dingetje. Maar dat. En ik ga dus nu naar beneden doen. Ik ben nu net weer thuis. Sorry van het lawaai. Maar ik kan er niks aan doen. Maar ik kom van buiten. Dus ik kan er niks aan doen. Ik ben dus nu net weer thuis. Het is dus nu 2:05. En ik zei volgens mij vanmorgen dat het tot 3:30 duurde. Maar het was eerder klaar. Het was echt super leuk. Mijn haar is ook gekruld trouwens. Alleen het is er alweer bijna uit zoals je ziet. Want ik heb gewoon echt heel slap haar. Ik weet niet hoe dat kan. Hoe dat eruit
ja, hoe het kan uitzakken, zeg maar. Maar ik heb gewoon heel slap haar. Maar ik vind het wel echt heel leuk staan. Gewoon een beetje gekruld, zeg maar. Dat het een beetje gekruld is. Maar ik ga dus nu brood maken. Maar ik had dus ook brood gesmeerd. Maar ik had dus gesmeerd dus met Nutella. Die vind ik toch niet zo heel erg lekker. Dus ik ga dus nu even brood maken. En daarna ga ik kijken. Daarna ga ik een vlog kijken van Croco Jill. Of ik bedoel eigenlijk Jill van Doren. Zo heet ze volgens mij nu. En daarna ga ik dus mijn vlog editen. Maar ik kan ook bijna niet meer filmen. En dat is ook niet geen goed teken. Dus ik ga dus nu lekker brood. Het is bijna 4:30 over een paar minuten. Over 10 minuten ongeveer. Ik was net YouTube aan het kijken. En ik had een beetje koud. Dus ik heb mijn trui gedaan. Deze trouwens van de Bershka. Dat vind ik echt super leuk. Met dus die mandjes. Nee, eigenlijk zijn een beetje. Het zijn parels eigenlijk. Dus hij zit echt super lekker. En ik ga dus nu lekker editen. En daarna ga ik dus de video uploaden als het goed is. Omdat ik wil gewoon weer de oude zijn, zeg maar. Dat ik ook gewoon weer lekker kan vloggen. En dat ik ook wat meer buiten film trouwens. Want ik film echt bijna niks buiten. Dus sorry daarvoor. Maar dat dus. En ik ga dus nu even verder. Dus ja. Ik heb in 2 dagen tijd heb ik al deze video's zitten kijken van Jill. Vanaf deze video heb ik het zitten kijken. En ja, dit heb ik allemaal niet zitten kijken eigenlijk trouwens. Maar dat dus. En ja, ze heet dus trouwens Jill van Doren. Maar hier zit ik ook wat Jill, dus ik weet niet. Maar ik heb trouwens gisteren ook naar zitten kijken naar een nieuwe camera. Dus I don't know. Maar dat weet je dat. Ik ga dus nu mijn make-up er weer van afhalen. Ik doe dat trouwens met deze spullen die hieronder staan. Ik heb trouwens nog steeds mijn trui aan. Ik heb hem eigenlijk helemaal niet meer uitgedaan sinds dat ik hem aan heb gedaan. Dus dat zegt wel wat. En ik ga dus nu mijn gezicht schoonmaken. Want ik ga dus morgen naar Rotterdam toe. Ik ga er niet heen om te winkelen. Want normaal ga je naar Rotterdam. Ik dan. Ik ga dus de kappersopleiding doen en daar heb je dus 3 keuzevakken. En dan moet ik dus uiteindelijk dus 1 vak gaan kiezen. Ik weet al welke dat is, dus visagie trouwens. Want als je me kent, dan weet je dat ik heel veel met make-up bezig ben. Dat ik ook echt heel veel make-up heb. Echt niet normaal dit. Dus dat. En daarom heb ik daar morgen dus een soort van les voor. Of, ja, les. Het is niet echt een les volgens mij om gewoon te kijken van wat je leuk vindt en wat je wil doen. En dan heb je dus ook barbier en black mixed hair volgens mij als ik goed heb. En ik ga daar dus, als het dus klaar is, ga ik dus naar de stad in denk ik even. Ik moet dus ook voor mijn stage dus een zwarte broek hebben. En dus ook die nieuwe van deze van NYX, die wil ik ook heel graag uitproberen. Dus ja, even kijken wat. Het is vandaag weer vrijdag, dus nu 9:45. Precies, nou het was eigenlijk, het is nu 1 minuut over 9:45. Maar ik ga vandaag naar Rotterdam toe. Want ik moet dus kiezen uit 3 keuzevakken voor school. Maar ik weet eigenlijk al welke ik wil. Ik wil dus visagie gaan doen. Dan weten jullie dat ook gelijk. En daarna wil ik dus de stad in eventjes. Want ik moet dus een broek hebben voor stage. En daarom moet ik eigenlijk de stad in. Eigenlijk kan ik hem ook hier kopen. Maar ik wil ook kijken voor de nieuwe van deze van NYX. Want dat is de, ik weet niet hoe die heet. Die nieuwe van deze van NYX. Die lijkt me echt heel fijn. Ook gewoon, ja, dat is ook niet echt heel dik volgens mij. Ik weet niet zeker. Maar dat dus. En daar wil ik ook dan een video over maken, denk ik. Dat ga ik dan morgen doen, denk ik. En verder ga ik niet heel veel doen vandaag. Maar ik neem trouwens mijn camera niet mee. Ik film het gewoon met mijn telefoon als ik iets te filmen heb, denk ik. Dus, ja. Omdat, nou ja, ik ga het niet vertellen, want jullie weten al. Mijn camera is weer eens vol. Dus dat en ja. Oké, wat ik dus aan heb vandaag. Ik heb dit shirt aan van de Bershka volgens mij. Broek is van de Only. En ik wou dus die trui aan doen die daar ligt op mijn bed. Maar ik denk dat het best wel warm is denk ik voor mijn trui. Dus ik weet het niet. En ik heb de broek voor staren. En bij deze ben ik ook wel echt benieuwd of die echt leuk is. Maar deze vind ik wel echt super leuk. Ik heb dus de volgende gedaan. Ik heb even mijn haar in de staart gedaan. Zo. Zo kun je het zien. Nee, deze ga ik niet nemen. Ik vind hem hier ook te wijd. Hij is ook niet van mijn kant, zeg maar. Ik ga deze nemen. En ik ga dus nog deze broek wassen. Ik ben dus nu net weer terug van de stad. Dat was echt super leuk. En later kwam dus mijn zus nog. En ik heb trouwens nog 1 ding wat ik jullie echt wil aanraden trouwens. Op de lijnbaan, daar heb je dus een Albert Heijn. Dat zit dichtbij. Daar zit ook een
Intertoys. Echt super lekkere sushi heb je daar. Dat is ook dus vers gemaakt. En ik heb dus ook laten zien toen ik met mijn telefoon filmde. Want ik had dus mijn camera niet mee. Dus dat. En ik wou het eerst proeven voor de camera. Maar ik kon gewoon, nou eigenlijk kon mijn zus niet wachten om het dus te proeven. Maar het was echt super lekker. De zalm was ook gewoon echt super, ja, gewoon vers zeg maar. Hoe het ook gewoon hoort zijn. Dus dat wil ik jullie nog even vertellen. Ik heb dus ook gestopt bij de Lush en bij de H&M en bij de Only. Ga ik nu even laten zien aan jullie. Ik tegen dit, maar maakt niet uit. Goed, als allereerste dus bij de H&M. Daar heb ik dus deze super mooie trui gekocht. En ik heb hem dus ook gefilmd toen ik daar was. Ik had trouwens die broek niet laten zien. Maar het was wel echt een mooie broek. Alleen, omdat ik ben best wel klein. En dan is het bij de voeten, gewoon waar je voeteinden zitten, zeg maar. Is het gewoon echt niet strak hoe het gewoon hoort te zijn. En bij de Only heb ik daar een broek gevonden die echt gewoon... Oké, goed, ik ben hier midden in beeld. Maar die ook echt gewoon super mooi zit. En niet die dus bij je voeteinden, zeg maar, een beetje lossig zit. En ook een beetje, ja, niet echt mooi zit. Maar bij de Only heb ik die gevonden. Maar bij de H&M heb ik dus deze trui gekocht. Echt een super leuke trui. Het is een beetje, ja, zacht roze. En dit is een kleur die mij echt best wel goed staat. En ik vind het echt een super mooie kleur. En de trui die prikt ook niet. En dat is best wel vervelend met truien. Dat als je die koopt, dan kunnen ze soms nog wel eens gaan prikken. En deze doet dat dus niet. En deze is dus 20 euro. Dus zo kan je hem zien op de site. Maar trouwens, op de site is die trouwens 12 euro in de sale. Ik weet niet wat dat is. Misschien is deze volgende week ook in de sale. I don't know. Maar als je hem in de sale scoort, dan is het een goede koop. Dan bij de Only heb ik dus deze broek gekocht. En die heb ik dus wel een soort van in de sale gekocht. Omdat daar zit het dus, ja, dat is gewoon, ja, een super simpele zwarte broek. En ik heb deze trouwens eens een keer eerder gehad. Maar toen had ik hem dus in een lengtemaat 30. En deze is dus in een lengtemaat 32. Dus deze is ietsjes langer, want deze sluit echt super mooi aan bij mijn enkels. Ik heb trouwens het volgens mij niet gefilmd met mijn telefoon. Mijn telefoon was leeg. Maar anders doe ik hem morgen gewoon aan. Dan kunnen jullie zien wat ik dus bedoel. Want ik vind het gewoon mooi als het gewoon mooi aansluit bij je enkels. En niet dat het een beetje ophoopt, zeg maar. Dus dat. En deze broek was dus 30 euro. Maar er ging dus 20. En er ging dus 20 met korting af. Dus hier, deze was dus 24. En ik vind dit is ook echt super mooi bij elkaar. Zwart met roze. Dus dat is ook echt super mooi. Of met een witte broek of iets. Dus ja. Dan bij de Lush. Als allereerste heb ik daar dus een tester van een shampoo van I Love Juicy ofzo. Of ik weet niet welke shampoo dit is. Maar het ruikt best wel lekker. Dus dit is de shampoo die ik dus heb gekregen. Kunnen jullie het zien? Ja, jullie kunnen het zien. Oké, goed. Ik weet niet waarom, maar soms heb ik denk ik gewoon dat ik een bril nodig heb. Soms kan ik het niet goed zien. En ik heb dus bij de Lush. Ik denk dat ik dadelijk in bad ga, maar... Geen tasje ruikt er ook naar. Heb ik dus een bruisbal gekocht. En dit is de Think Pink badbom. Ik denk dat ik dus morgen of vandaag nog in bad ga. Maar ja, ik heb dus Think Pink gekocht. Deze bruisbal. En het is gewoon een hele mooie roze bruisbal. Kijk. Dit is dus de kleur. Super mooi. Wacht, ik ga hem even een beetje laten zien. Beter. Zo ziet hij eruit. Super mooie roze met allemaal, ja, glitters. En ik ga hem, als ik daar in bad ga, dan ga ik het laten zien hoe die eruit komt zien in bad. Nu naar beneden toe, daarna ga ik eten en daarna ga ik dus mijn vlog uploaden naar YouTube. Want ik moet nog steeds gaan uploaden. En daarna ga ik dus misschien in bad. Nee, ik bedoel, eerst ga ik Goede Tijden kijken. En daarna ga ik misschien in bad met mijn nieuwe badpomp. En trouwens, wat ik nog één ding wil zeggen trouwens is... wat ik dus net zei over de Albert Heijn is niet gesponsord. Dat wil ik gewoon even bij zeggen, want misschien denken jullie van je bent gesponsord. Nee, ik vind het oprecht echt super lekker. Ik ga kijken of ze nog ergens anders dat hebben. Want het was volgens mij wel echt ja, Japanners die dat maken, zeg maar. Dus dat. Maar ik ga dus niet naar beneden, want ik moet eten. En ouders, ik bedoel, mijn moeder is weer aan het wachten op mij. Niet zo slim. Het is nu echt al lang middag. Het is nu 12:15 namelijk. Het is nu dus vandaag weer zaterdag. En wat ik jullie dus nog nooit heb verteld eigenlijk. En wat ik eigenlijk wel moet vertellen aan die. Dat ik nu in september, eigenlijk al in augustus. Maar dat heb ik jullie niet verteld. Luister ik dus al kerstmuziek. En oké, goed. Het is misschien een beetje vroeg voor kerstmuziek. I know, ik weet het. Maar ik vind het gewoon leuk om naar te luisteren. En zeker als het nu gewoon
dat ik daar ook weer naar school moet en zo. Dan vind ik het gewoon leuk om naar te luisteren. Ik zal trouwens mijn afspeellijst van mijn kerstmuziek, als je ook van kerstmuziek houdt, om dat gewoon hieronder neer te zetten als ik het niet vergeet. En als ik het wel vergeet, dan ben ik echt een sukkel. Maar dat dus. En ja, dus dat. En ik ga dus nu naar beneden toe. Ik ga dus eerst mijn outfit laten zien voordat ik naar beneden ga. Dat is echt super leuk. Oké. Ik heb dus vandaag een andere oogschaduwpaletje gebruikt. Namelijk deze van Huda Beauty. Het Topaz paletje. Ik heb hier trouwens een video van gemaakt. Alleen, ik kan hem wel linken. Maar er staat de kerstboom op de achtergrond toen ik deze video filmde van dit paletje. Dus wil je die zien, zal ik hem hieronder even neerzetten. Wacht, ik laat hem zo zien. Het is trouwens met deze kleuren. Als je hem niet kent, zijn met deze kleuren echt super mooi. Maar ik dacht eens een keer van, ik heb echt al een week die jawbreak gebruikt. Ik dacht eens een keer van, ik doe weer eens een keer gewoon een neutrale look. En trouwens, hier zit nog wat mascara, maar dat hou ik zo, hou ik zo meteen weg. Maar dat zien jullie dus niet. Maar ik heb dus vandaag dus dit blouseje aan van H&M, deze broek van de Only. En dus deze schoenen van haar. Alleen ik weet niet of ze gaan inruilen voor sneakers. Dat weet ik nog niet, maar ik vind ze wel echt super leuk. Ik ben dus nu net weer thuis van mijn oma en ik heb dus ook bij de Lidl, ik bedoel ook bij de Lidl, maar ook bij de Hema wat gekocht. Dat ga ik nu dus laten zien. Trouwens, het is dus nu, als jullie het willen weten, het is nu En als jullie het willen weten, het is dus nu bijna 6 uur. Over 9 minuten, niet heel boeiend is dat. En ik ga dus nu laten zien wat ik heb gekocht. Niet heel veel, maar alleen maar wat dingen gekocht bij de Hema. Dus dat zijn deze twee dingen. Maar ik heb trouwens ook wat gekocht bij de Ethos, maar het zijn gewoon deo, oogmake-up remove, dat soort dingen. En ook wat boodschappen, zoals croissantjes en dat soort dingen. Maar dat is niet heel boeiend om te laten zien. Ik ging dus naar de Hema dus om dus een tonic te halen. Deze, het is eigenlijk een andere verpakking, maar deze ook goed. Zijn mijn moeder, dus dat geloof ik. De Hydrating Cleansing Tonic. En deze was dus 2,50. En ik stond daar dus in bij de huidverzorging, bij de Hema. En toen zag ik dus deze dagcreme. De Aqua 24 uur crème gel. En ik had dus op mijn hand gesmeerd zeg maar. En het voelde best wel goed aan. Ook best wel vettig, want ik heb best wel een droge huid. Nu dus niet zo, maar in de winter vooral. Dan krijg ik echt best wel droge plekken altijd op mijn gezicht. Dus ik ga dus dit even opruimen. Mocht je daar dus trouwens tips voor hebben, want ik weet niet of jullie dat volgen van mij. Waarschijnlijk niet. Misschien volg me nu pas, nu het zomer is, zeg maar. Maar ik heb gewoon in de winter altijd best wel last van mijn huid, zeg maar. Van droge plekken op mijn huid. En ik ga dus nu... Oh mijn god, ik zag echt heel goed. En trouwens, ik ga dus dadelijk deze pruisbal gebruiken. En ik ben echt zo benieuwd. Het ruikt zo lekker. Het is trouwens deze Think Bed. Deze. Wacht, ik kan niet heel goed zien als ik het goed heb. Maar deze. Deze. Wow, joh. Is heel moeilijk. Maar ja, oké, goed. Het is dus deze pruisbal. Maar als ik dadelijk in bad ga, dan laat ik hem even op Kate zien. Ik ben best wel benieuwd. Dus dat. Dus de crème eruit. Gewoon heel simpel. Ja, ik weet niet of die goed is. Ik laat jullie nog wel weten. Misschien in mijn volgende weekvlog vertel ik wat meer over. Of misschien in die daarna. Ik weet het niet. Trouwens, ik heb dus ook een hele lange tijd deze gebruikt. Ik vond het best wel fijne crème gewoon. Maar ik vind het gewoon... Ja, hij is 9 euro volgens mij. Niet heel duur, want dit is maar 3,50 en deze is 9 euro. Maar ik vond het gewoon best wel irritant om hem dus te bestellen. Want dan moet ik dus verzendkosten betalen. En ja, ik ben gewoon zo iemand die dat niet zo leuk vindt, zeg maar, verzendkosten. En dat dus. Maar ik ga zo nu naar beneden toe. Ik ben nu in de badkamer. Jullie hebben dit trouwens echt nog nooit gezien. Maar ja, het is gewoon een badkamer. Best wel mooi eigenlijk. En ik ben dus nu het bad aan het voor laten lopen, want ik ga dus dadelijk in bad. En ik ga dadelijk een kerstboom kijken, want ik heb jullie net gezegd dat ik echt al helemaal fan ben van de kerstliedjes en zo. En laat trouwens even weten of jullie dat ook altijd hebben als je dus weer naar school moet. Dat je dan gewoon weer kerstmuziek gaat luisteren en zo. Dus dat trouwens, super mooi. Dus oh ja, trouwens, ik moet het dadelijk trouwens dat even weer opvangen. Maar ik kwam dus, ja, daar heb ik dus niet goed over nagedacht. Zo zag die bal er dus uit. Echt hele mooie glitters. Ik ben echt benieuwd hoe dit dus in mijn bad gaat doen. Ik ga het trouwens gewoon nu al in doen. Dus ik kan echt niet meer wachten. Want het was echt wel, volgens mij echt een half uur zo om dit erin te doen. Maar ik ga hem dus gewoon nu weer erin doen. Weer een uurtje uit bad. Ik was rond 10 uur denk ik uit bad gegaan. Ik ben volgens mij echt wel
best goed. Ik ben er dus een vol uur echt in geweest in het bad. Het was echt een lekker bad. Ik zal trouwens het bruisbad ook hieronder neerzetten. Want ik heb hem gevonden op, bij de Lush site, zeg maar. Hij is wel duur. Maar als je een bad hebt en je wilt gewoon ja, een uur sowieso zitten. Dan zou ik het echt aanraden. Het is echt een heel... Ja, het water wordt ook echt roze met een beetje... Ja, met allemaal glittertjes. Ik heb het niet helemaal goed gefilmd. Want ik zat toen al in het bad. En ik dacht van ja, ik ga niet de camera pakken als ik in bad zit, zeg maar. En trouwens, ik heb dus net ook het masker Ik heb dus net ook de dagcreme. Nou ja, eigenlijk de crème gebruikt. Deze van de Hema. Maar ik vind hem echt best wel fijn. Hij is ook dik, best wel dikker. Dus als je echt een droge huid hebt, zeker in de winter. Want het is natuurlijk nu nog eens winter. Dus ik kan nog niet echt zeggen van of die dan fijn is. Maar tot nu toe, ik heb hem één keer gebruikt. Ik kan nog niet echt zeggen van, oh joh, ik vind hem echt heel fijn. Maar tot nu toe is hij echt wel heel fijn. En ik denk dat het echt meer een dagproduct is. Want het plakt ook wel een beetje. En het is wel fijn als je dus van deze gaat aanbrengen en zo en dat soort dingen. Dat wil ik even zeggen. Maar ik ga dat de rest nog bewaren totdat ik een favoriete video ga opnemen of iets. Want ik heb wel wat meer dingen wat ik wil laten zien in jullie. Wat ik echt heel fijn vind. Dus daar kunnen jullie wachten. Maar ik ga ze nu lekker naar slapen. Morgen ga ik dus alvast bij mijn vader weer dus. Het is vandaag weer zondag. Het is nu 9:30 geweest. Ik ben dus nu alweer een tijdje wakker. Ik heb volgens, trouwens, ik ging dus gisteren in bad. Ik heb het volgens mij niet meer verteld. Maar ik heb dus een film gekeken. Een kerstfilm nog wel. Echt, oh mijn god. En het was trouwens The Princess Bride. Staat op Netflix. Was echt een leuke film. En het zat ook Vanessa Hudgens in, als ik het goed uitspreek. En zij, ja, ik ga er niet te veel over verklappen, zeg maar. Ik denk dat jullie hem allemaal hebben gezien. Maar hij is in 2018 uitgekomen. Dus als je hem nog niet hebt gezien, dan zou ik hem zeker kijken. Ook al september. Waar ik niet uit gaan kijken. En vandaag ga ik niet heel veel doen. Ik zou vandaag afwassen bij mijn vader. Alleen hij heeft dus gisteren al gedaan. Dat is super fijn. Dan hoef ik het niet te doen. Oké, echt erg. Maar ik ga dus nu naar beneden toe. Het is bijna 12:00. Ik ben dus nu net klaar met mijn make-up. Ik heb dus net ook mijn tanden gepoetst. Want ik heb dus een nieuwe tandenborstel die ik echt heel fijn vind. Het is trouwens voor de mensen die het dus willen weten. Dus de Philips Sonicare. Niet gesponsord. Was maar gesponsord. Ik heb trouwens weer blauwe make-up op. Van mijn Jeffree Star Jawbreaker palet. Deze. Ik weet niet waarom. Maar ik vind altijd een beetje. Als ik ver af sta met blauw. Dan vind ik het altijd een beetje lijken op een blauw oog. Maar ik heb dus dit palet gebruikt. Van Jeffree Star de Jawbreaker. Ik vind het wel echt een heel mooi palet. Maar wat ik al eerder in mijn vorige week nog zei. Volgens mij. Of die week daarvoor. Ik vind het wel echt een heel mooi palet. Maar als je denk ik beginnend bent. Dan zou ik hem niet echt aanraden. Want het zijn best wel heftige kleuren. Je moet veel blenden en je moet ook goede kwasten hebben. Maar dat, dat is... En ik laat even een beetje zien in het licht. Dit is het. En sorry trouwens van al die haren hier zo. Want ik moet een afspraak maken bij de wenkbrauw ding. Maar ik ben een nummer kwijt. Dus hallo, word scherp. Oké, mijn camera heeft last van scherp. Oké, hij was niet helemaal scherp. Maar ik moet dus een afspraak maken bij de wenkbrauw ding. Om dus mijn wenkbrauw te laten doen. Maar ik ben de nummer kwijt. Of hij ligt ergens op mijn bureau, ik weet niet. Maar dat is, en ik ga vandaag niet heel veel doen. Ik ga eigenlijk wel naar het kruidvat toe. Ik heb eigenlijk een nieuwe mascara nodig. En nu denk je echt van, hallo, je hebt toch 8 mascara's of zo liggen. I know. Maar die zijn eigenlijk allemaal een beetje naar de vliestaanen. Oké, maar goed. Ik ga dus nu even mijn arm wat opdoen. Ik ben weer theorie aan het leren. Want ik heb in mijn volgende week nog heb ik dus een theorie-examen weer. Ik ga nog niet vertellen welke dag. Want ik wou eigenlijk... Net weer thuis. Het is net 10:00 geweest. Het is dus nu precies 9:55. Niet heel boeiend. Maar dat wil ik even zeggen. Ik ga dus nu mijn boeken inpakken voor morgen. Want ik heb dus mijn eerste schoolweek morgen. En ook mijn eerste stageweek. Dus wil je niks... En ik ga daar even bij zitten. En wil je dus niks missen van mijn eerste stageweek en eerste schoolweek. Dan moet je zeker mijn volgende weekvlog kijken. Ik ben super benieuwd hoe het is, zeg maar. Want ik heb natuurlijk wel eens een... Ja, ik heb wel mbo gedaan, zeg maar. Maar niet... Iets wat ik echt super leuk vind. Dus daar ben ik echt benieuwd naar. Dus wil je dat niet. En wil je dat dus niet missen. Kijk dan zeker mijn volgende week vlog. Die komt dus volgende week woensdag online. Als het goed is. Dat is super leuk. En ik ga dus nu deze vlog afsluiten. Maar ik ga dus nu mijn boeken inpakken. Vind je deze vlog leuk? Doe dan je duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Kan het hier beneden op het rode abonneerknopje hieronder. Ik zou het super tof vinden als je dat zou willen doen. En dan zie ik jullie snel weer bij mijn nieuwe weekvlog op een woensdag. En een andere soort video op een zaterdag. En ik probeer dus. De Jeffree Star video zo snel mogelijk op te laden. Dus dat. En ja.